Deze gades blijven maar afnemen, hè. Geert, Geert, mannetjes, Geert. Wat? Zeg, waar is al Sophie? Die is naar de... Die is u aan het zoeken, oh, denk ik. Mooi. En wat moet dat voorstellen? Wel, ik dacht zo, jij hebt je eigen zaak, hè. Ik heb nu de lollipop. We hebben een heel groot huis. En het enige wat ontbreekt is... Series Art Center, ik ken dat van ergens. Ja, die hebben iets dat wij heel goed kunnen gebruiken, Simon. Geraldus Bolder heeft aantekeningen gemaakt in zijn dagboek over de werking en de kracht van ruimtesterren. Meteorieten dus. En toeval wil dat dit boek dus eigenlijk nu tentoongesteld wordt in het Art Center Hugo Voeten. Quint en Sophie, wij staan klaar. Ja, oké, jongens, op mijn teken, hè. Oké, alles is clear. Gaan we naar binnen. Go, 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 hè. Oké, voilà. Oké, okay, Lara, als het goed is, gaat de lift nu open. Oké. Voor camera 1 hebben jullie 3 seconden. Oké, okay, Hugo, is hij klaar? Oké, okay, volg hem mee. Oké. Okay. Here we go. 1, 2, 3, stop. Voor camera 2 hebben jullie 5 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Camera 3, hebben jullie 1 seconde tot aan de deur te geraken. 1. Go, 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 go. Stop. Oké, okay, ik vind de 15 seconden op de display staan. S-E-M-T-V-G. Oké, okay, momentje. Momentje, ik joeg maar de grap kunnen vallen. Geduld, Clara, geduld. Oké, okay, tik in. 15. 02. 10. 25. 02. 2. En... 6. Nee. 7, 9. Nee. 6. Quinte. 9. Nee, het is 6. Nee!
Het is 9. Joe. Het is 9, ik ben er zeker van, het is 9. Eenmaal de deur geopend is, hebben jullie exact nog 5 minuten en 32 seconden om bij het boek te geraken. Oké, jongens, wees voorzichtig. We hebben dat boek nodig. Onze gaven hangen ervan af. Oh, serieus? Ah, nee, dat wisten wij niet. Oké, stap 2 nu. Daarna gaan jullie 10 stappen vooruit. 10 stappen. Rechts zien jullie een camera. Aan die camera bevestigen jullie dit. Ditmaal zetten jullie 8 stappen. 8 stappen. De bewaker die wisselt om 18:30 stipt van shift. Dat geeft jullie de mogelijkheid om ongezien tot bij de kamer te geraken waar het boek wordt tentoongesteld. Lara. Kom aan, mannetjes, we zijn goed bezig. Nog even doorzetten, we zijn er bijna. Oh, stop, stop. Wat? Niet speciaal, het is gewoon een klein probleempje. Q? Elke tentoonstellingsruimte in dit museum is eigenlijk beveiligd met een lasersysteem. Ja, en daar kom je nu mee af. Ja, sorry jongens. Maar zijn het trouwens wel zeker, Q, want uiteindelijk het enige dat we zien zijn trappen en dan het boek. Ja, Q zal wel weten waarover hij spreekt, hè. En hoe gaan we dat oplossen? Geef mij gewoon even tijd en dan hack ik dat systeem en dan kunnen jullie toch nog naar het boek geraken, oké? Waar kunt hij? Nog even. Sneller. Kom aan.
Oké, ga maar. Nee. Quinten. Het volgende laser zichtbaar gemaakt. Ja. Normaal was het de bedoeling dat alles weg was, maar... Ja, Q, we hebben echt geen tijd meer. Ik ga er gewoon door. Het gordel lukt u nooit. Wat je niet kan. Lara? Huh? Wat? Er is nog een probleempje. Je bent ermee aan het lachen. Spijtig genoeg niet. En je hebt nu geen tijd voor te lachen, want je moet je haasten, want er komt iemand in je richting. Duft voor het, Lara. Snel, snel, snel. Gedaan is mijn skills. Zeker als de mensen straks horen wat daar Rock School allemaal kan. Het is goed dat we luisteren, Merel. Als jij nog één keer zo'n apparaat verkoopt. Er is niemand die kan bewijzen dat ons nummer door jullie is geschreven, dus. Als jullie nog maar één noot zingen van ons nummer, dan zorg ik er persoonlijk voor dat jij nooit nog een voet op een podium kunt zetten. Hebt jij dat begrepen? Jongens, hebben jullie dat gehoord? Showtime.